Sportweek TV. Welkom bij Sportweek TV. Ik zat gisteren zelf bij Volendam Ajax. Nou, wat je dan ziet, het is eigenlijk onthutsend. Zo slecht als Ajax voetbalt. Totaal geen beleving. Ja, je probeert er een oorzaak voor te vinden. Dat doen we allemaal, Van Basten namelijk ook. Ja, vooral die eerste helft. Ja, het is voetbal van een niveau dat geen tijden meer door Ajax is gehaald. Het is ook een beetje het probleem in de spits, zag ik gisteren. Met Swiet en Nietzsche als opvolger van Huntelaar. Ja, ja. Dat is eigenlijk nog geen opvolger van Huntelaar, geloof ik. Hè? Nee, ik denk dat we Huntelaar nog lang blijven herinneren op deze manier. Want Swiet en Nietzsche is niet de man die voor doelpunten gaat zorgen. A. En B. Hij moet dan in de voorbereidende acties ligt zijn kracht, maar ja, dat bleek ook helemaal niet. Hij ging na 55 minuten stompelde hij het veld af. Ja. En dan was het weer einde oefening. Het is dat ze nog Suárez hebben. Ja. De enige man doet ook veel fout, maar ja, daar gaat altijd dreiging van uit. En er gebeurt nog wel wat, maar ja, ik denk toch dat ze komende winter, als de transferwindow weer open gaat, moeten toeslaan op de markt. Ja. Ik heb begrepen, ze waren natuurlijk anderhalf jaar geleden, vorig jaar al bezig met Bojan Krkić van Barcelona, die jonge jongen. Ja. Die wilde Rijkaard destijds niet laten gaan omdat hij hem nodig had. Ja. Inmiddels is de status van Bojan iets minder in Barcelona. Hij speelt weinig onder de nieuwe trainer, onder Guardiola. Dat klikt ook niet zo goed. En ik heb begrepen dat Ajax weer pogingen in het werk gaat stellen om hem alsnog, hij is inmiddels 18, naar Amsterdam te halen. Hij is al 18. Nou ja, goed, vorig jaar was hij 16 of 17. Een hele jonge, enorm talent, speelde veel onder Rijkaard. Ja. Maar dat zou natuurlijk wel een versterking zijn. Voor zover een jongen van 18 natuurlijk een versterking is. Maar ja. Goed van Barcelona. Ja. Kunnen het hebben. Ja, dan goed, er worden natuurlijk wel meer namen genoemd. We hebben Berg nog natuurlijk, Wolfswinkel. We hebben ook wat spelers gevraagd wie ze graag wilden zien. Nou, Soleimani kwam met Pranjic op de proppen. Ja. Nou, goede speler. Een goede speler. Emanuelsson ziet het heel erg zitten in Elia van Twente. Dus ja, het leeft ook wel in die spelersgroep duidelijk nu dat er wat bij moet komen. Ja, werk aan de winkel daar. Hè? Nou, zoals het gisteren... Wolfs aan de winkel? Nee. Zoals het gisteren was, zoals het zondag was het echt vreselijk. Ja. PSV had ook een heel rare wedstrijd afgelopen weekend, hè? Met twee gezichten, kun je zeggen. Ja, de ene helft is de andere niet, zei Ron Jans. En dat was het ook inderdaad zo. PSV kwam met 2-0 achter. Wint met 4-2. Ja, na zulke soort wedstrijden kun je altijd afvragen, begint de trainer nou verkeerd of komt hij met een paar gouden wissels? We kennen het nog bij Dick Advocaat, het oude verhaal. Ja. In dit geval ben ik geneigd om te zeggen dat hij verkeerd aan de wedstrijd begon door niet met Bakal te beginnen. Ja, die het na de rust ook wel weer even waar maakte. En Stevens eigenlijk terecht geweest en liet zien dat hij gewoon altijd moet spelen. Ja, ja. Er is altijd wat moeilijkheden met de buitenlanders. Ja, de Zuid-Amerikanen. De Spaanstaligen, zullen we maar zeggen, de Zuid-Amerikanen. Carlos Salcido heeft zich ook nu weer uitgesproken. Hè? Ja, niet één keer, maar twee keer. Want hij doet het deze week in Sportweek nog eens dunnetjes over eigenlijk. En hij nuanceert het hele verhaal eigenlijk nog meer dan dat hij dat in het NRC Handelsblad deed. En er is maar één conclusie mogelijk. De man wil weg. Het lukt niet met Stevens. Hij voelt zich volkomen gedemotiveerd. Hij is geen voetballer meer, zegt hij zelf. Ja, hij is geen voetballer meer. Nou, dat zagen we ook wel een beetje terug in de wedstrijd. Hè? Gek genoeg speelde hij tegen Groningen wel weer een van zijn betere wedstrijden. Okay. Maar ja, doe maar als spelers dat gaan zeggen en zeggen dat de trainer daar schuld aan is. Ja, dan is het einde wel een beetje in zicht. Er hangt natuurlijk een prijskaartje om zijn nek. Dat is ook wel weer het gekke. Ja, maar hij vorig jaar zijn contract verlengd in 2012. 10 miljoen? Ja, ik heb zelfs begrepen 12 miljoen. En er is natuurlijk geen enkele gullegever die dat op dit moment voor deze speler gaat betalen. De club die Salcido gaat halen, die moet nog worden opgericht, denk ik. Ja. Ja, ja, dan lijkt het er toch op of Gert-Jan Verbeek toch wel met zijn laatste dagen, misschien wel uren bezig is bij Feyenoord. Ja, ik weet dat jij geen voorstander bent van het ontslaan van trainers. Nee, zeker niet halverwege het seizoen. Niet halverwege het seizoen, maar als je dan Feyenoord tegen de Graafschap zag, nou, dat was sinds de Bounty is dit soort muiterijen niet meer gesignaleerd op een voetbalveld. Het mag natuurlijk niet thuis met 3-1 verliezen van de Graafschap. Het kan ook niet. Het was openlijke sabotage. Ja. Dat zag je toch wel heel duidelijk. Ja, ik bedoel, als de spelersgroep niet meer achter de trainer staat, ja, dan houdt het toch op. En dan kun je wel zeggen van, ja, het is misschien niet beter om het op een andere manier te doen. De clubleiding heeft natuurlijk ook, houdt hem het hand boven het hoofd natuurlijk, omdat, voor hem gekozen. Maar juist daarom ben ik altijd van mening dat indien Feyenoord nu Verbeek ontslaat, of indien PSV nu Stevens ontslaat, dan moeten ook de desbetreffende leidinggevende de consequenties nemen en zelf opstappen. Want die hebben aan het begin van het seizoen besloten dat de juiste man is op de juiste plaats. En als dat niet zo blijkt te zijn, ja, dan moeten ook meneer Reker en meneer Gudde en hoe ze allemaal Peter Bos heeft zijn toekomst ook aan hem opgehangen. Ja, die zou dan ook natuurlijk. Maar dit kan toch zo niet meer verder gaan bij Feyenoord. Dit is openlijke rebellie. Ja. Dit gaat natuurlijk helemaal mis. Ja.
Tot slot, ja, Louis van Gaal heeft een column in Sportweek. Ja. En dit keer heeft hij altijd zijn top 3 van wat ergernissen. En we zijn... Uitverkoren. We staan op nummer 1. Sportweek TV staat nummer 1. Dus, ik ben vereerd. Namens Louis, gefeliciteerd. Sportweek TV.